Rond 3 uur vanmiddag waren er ruim 2000 bezoekers geweest bij de bouw van de tunnel om een kijkje achter de schermen te mogen nemen. Voor alle kinderen was er een bouwhelm en die werd dan ook trots gedragen door de bouwers in de dop. De vaders en moeders keken hun ogen uit bij de bouw. Hier heerste er bij de deskundigen verbazing over de kennis die aanwezig is bij de Nijverdalse bevolking over de bouw. Er staan overal schermen langs het tracé, maar de mensen weten er best veel van, aldus een woordvoerder. Tijdens de dag van de bouw gingen ook de hekken van het Nieuw Dunant open. Een uitgezette route leidde door het hele complex. Alle nog niet verkochte appartementen waren open en konden bekeken worden. In de toekomstige binnentuin was het een drukte van belang. Voor de kleinste was er een springkussen en er stonden stands met informatie over het bouwen en inrichten van woningen. En er konden dorstige kelen gesmeerd worden. Via de parkeergarage voor de bewoners van het complex kwamen de bezoekers weer naar buiten. Daar wachtte nog een cadeautje van de aannemer in de vorm van een emmer.